Weet u hoe machtig deze man is binnen Hamas? Verschrikkelijk machtig. Hij is de man die het militaire apparaat van Hamas vorm heeft gegeven, beheert. Hij geeft in feite aan de militaire operaties van Hamas vorm. Hij bepaalt het allemaal. En dan moet hij natuurlijk voor dergelijke operaties wel goedkeuring krijgen van andere leiders binnen Hamas. Ja. Maar hij geeft de vorm aan. Hij heeft ook de ondergrondstunnels bedacht, begreep ik. Klopt dat? Ja, het hele idee van het graven van tunnels, mm-hmm, en het militair inzetten van die tunnels, dat klopt voor inderdaad. De strijd, en ja, ook het graven van tunnels onder het hek door, onder het veiligheidshek tussen de Gazastrook en Israël. Israël, met hoog aangeschreven inlichtingendiensten, is jaren naar hem op zoek al. Hij heeft ook al meerdere keren geprobeerd om hem te doden. Ja. Klopt het dat hij geen benen meer heeft en een arm kwijt is? Ja, ik weet het. We weten het niet. Hoe kom je dan in een rolstoel in die tunnels? En trouwens zagen we ook net lopen. Hè. We zagen een optocht in Gaza. Ik weet niet uit welk jaar dat was, maar we zien hem helemaal in een pak. Hij loopt daar dus wel. We zien, als hij ooit in beeld komt, is het zijn schaduw of heeft een masker voor. Dus we zien hem lopen, dus we moeten ervan uitgaan dat hij beide benen nog heeft. Of althans, een prothese heeft die goed genoeg is om op straat te lopen. Ja.